Van een shine. Ew. Nee! Nee! What the fuck? Heel gesproken. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn op... Jongens, hou het nou even gezellig. Ik zeg net dat we bij elkaar zijn. Het is kerst. Het is kerst. Goedemorgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik moet een beetje stil zijn, want hiernaast slapen ook gewoon mensen. Dus ik kan nu niet gaan schreeuwen. Goedemorgen. Maar vandaag zou het lekker weer gaan worden en een van de betere dagen. En zoals je ziet, ziet het er best wel goed uit. De lucht is bijna blauw en het zonnetje komt bijna helemaal door. Dus ik ga eventjes aankleden. Nou ja, aankleden doe ik voor een shirt. Dus ik ga eventjes een shirtje aantrekken en dan gaan we lekker ontbijten. Bas en ik zijn gisteravond ook nog weg geweest naar George, maar waren niet heel lang gebleven en we hadden ook niet heel veel gedronken ofzo. Want ik heb toen ik thuis kom om 1 uur heb ik zelfs nog geëdit. Dus dat is goed. Oeh. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer, mag ik u complimenteren met uw fantastische bril? Hoor ik vaker. Ja, leuk. Dank je. Heb je die toevallig van Smit Optiek? Ja, ik word gesponsord. Ziek. Ik krijg alles van hem. Heel lijp. Ik krijg een bril voor mijn vrouwtje, een bril voor mezelf. Alles. Alles voor elkaartje. Hey, hoe voelen we ons vandaag? Goed. Laat het even over hebben. Hoe voelen we ons? Is het een fijne dag? Is het een brakke dag? Nee, een mooie dag. We waren vroeg thuis. Ja. 12 thuis. Ik sliep om 2:30, denk ik. Bas en ik zijn even met z'n tweeën nog weg geweest. Maar waarom 12:15 waren we de tent uit daar? Hey. Goedemorgen, 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 sunshine. Ew. Ik kom precies op het eindingetje. Nou, let's go. Het is dus kloten, jongens, want ik ben mijn pasje voor het depot ben ik kwijt. Hou je weg. Maar. Ja, dat hoop je dan. Nee, wacht, Ruben heeft hem ergens hier ondergelegd. Bas, hier is. Nee. Hè? Ik zie hem, hij is hier. Waar? Oh. Oh, dit is top. Kan ik gelukkig toch mijn spullen pakken. Kijk eens even jongens, een strak blauwe lucht. Ah, session. We gaan gezellig naar boven. Mijn ouders wilden niet op mij wachten. Het was te langzaam. Dus mag gelukkig wel met de anderen mee. Yes. Wat een beetje, jongens. Zo jongens, het weer is echt fantastisch. Wauw. Huh? Wij zijn echt de beste hier, hè? Ja, wij zijn zo goed. Wij zijn zo fucking. Ah, Fikmeister. Ah, Fikmeister. Super time. Spring over die heuvel dan. Ik sta nu bij de lift te wachten. De rest die is er al vandoor. Maar als het goed is, kan Ruben elk moment aankomen boarden. En ik denk dat Ruben de eerste is die hier beneden is. Dan papa en dan mama. Ik weet niet zeker. Ah, session. Abba, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Amin. Yes, Midori. Ja, geht goed, hè? Goed. Waar is papa? Ik kom eraan. Ik had gezegd, eerst kom jij, dan komt papa, dan komt mama. Kijk, jongens, mijn voorspelling klopt. Lieten ze mij gewoon achter, hè? Helemaal alleen stond ik hier in de koude sneeuw. En traag. En op je telefoon moet als je uit je nest komt. Nee, ik was aan het werk. Ik moest een thumbnail maken. Met je ogen dicht kun je niet werken. Nou, jongens, we gaan naar boven. Dit skigebied bestaat uit Servaus, Fies en Ladies. En we gaan nu naar Fies. En mijn pa, ma en Rup die komen nu ook naar dezelfde lift waar wij nu heen gaan. En dan gaan we met de hele groep gaan we naar Fies. We zijn in een funpark. Wee. Ah! Bas, kijk uit. Idioot. Heb je het naar je zin? Want we zitten natuurlijk in een funpark. Hè? Let's make some fun. Yeah! Oh, hoezo? Ruben ging op zijn bek!
Nee! Huh? Nee! What the fuck? Bril gebroken! Godver! Bril gebroken! Nee! Oh, stressig. Ja. What the fuck? Wat deed je? Weet je, ik ben weer hangen. Wat voor bril is het? Huh? Moncler bril. Ja. Gelukkig heb ik 3 brillen mee, Ruud. Ja. Fijn. Jongen, waar heb je alleen eigenlijk, hoor? Ik ben uitpraten. Oh, sorry, hoor. Ja? Gelukkig ben je zelf niet vervolgd. Nee, dat klopt. Wat zeg je nou? Oh. Zit hier wel gevaarlijk, ja. Oh, Ruud. Ik weet niet of ik hem op beeld heb staan, maar kijk dan. Oh, echt zonde. Ook niet zo dat je hem kan maken. Nee, hij is gewoon echt, echt flink afgewoond. Oh. Ruben die had super veel lol in het funpark. Ja. Maar dit is een kredietkro. Hij is sowieso gewoon. Nee, ik kon je maken. Nee, kon niet. Kijk eens even jongens, dit is toch een feestje. Dit is toch een verjaardagscadeautje. Terwijl ik niet eens jarig ben. Nee, je bent niet jarig. Oh jongens, de zon schijnt en dan weten jullie, dan ben ik tevreden en blij. Godverdomme, Bas, camera kapot. Oh, wat kut voor je bril, hé, Ru. Gaat hij gewoon over zijn slide, gaat hij op zijn mel, breekt zijn bril af. Ja, kut. Vind jij gewoon? Ja, ik ging hard in mijn bek ook, joh. Normaal. Op een gegeven moment, zeg maar, dat zei ik net ook al, op een gegeven moment ga je zo hard. Ja, dus ik ging helemaal op de punt van de achterkant, op een gegeven moment ga je zeg maar zo hard. Hey, ik kan je gewoon neerzetten trouwens. Op een gegeven moment ga je zeg maar zo hard dat je gewoon de controle verliest. En als je dan zeg maar, je weet gewoon, als er nu een hobbel komt, dan ben je gewoon de lul. Maar en dan je kwam vloog ook echt. Ja, ik vloog echt de lucht in. Ja. Ik zeg maar, ik ging over een hobbel, toen dacht ik van, oh, kut, het lukt niet. Toen ging ik achterlijn, het ging zo over de punt, toen gleed ik achterover. Zonder van je mijn bril op, Ruud. Maar ik leef nog. Ik leef nog. Sprong hij wel goed, maar uiteindelijk ja, kwam hij gewoon niet meer goed. Het ging net goed. Oh. Kijk hoe gaaf. Hij zei ook helemaal. Is niet best dit. Is zo groot? Ja, zonder mijn piemel. Dat is een nummer. Ik kan John op John piemel. Ja, John op piemel. Hij werkt nog, hè? Die glazen werken. Ja. Waarom is het dan weer gelijk raar? Zeg maar, ik doe heel normaal. Ik moet gelijk wat smeren. Ruben, het ziet er goed uit. Goed toch wat, hè? Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn op... Ga je nou echt op je bek? Je hart ook. Oh, maar dit is ook wel heel glad. Ja, dan ga ik zo ook op mijn bek. Oh. Ik moet zeggen, dit wordt wel een hele goede vlog, zijn. Maar heb je het net op camera? Ja, ik weet het niet, want ik was zo aan het filmen, dus misschien zie je het in de achterhoek. Ik weet het niet. Ik hoop het ergens. Voor veel je elleboog gebroken. Voel je hart. Ja, ik gleed gewoon volle bak uit op mijn arm. Oh, dat is kutief, hè. Ah, Bas, kom maar, jongen. Arm, jongen. Ah, nee, niet als je gaat schijten. Nee, niet als je gaat schijten, dat hoef ik niet. Maar goed, jongens, we zijn er dus in Fies. Ik en hier bij dit restaurant. Je moet hier blijven filmen. Bij dit restaurant, zeg maar, hier zit een soort van opvangcentrum voor vogels en zo. En dan, ja, serieus, en dan klimmen we gewoon overheen. En dan gaan we kijken naar vogels, jongens. Dat is wel altijd spannend. Ook echt daar ook over die plank gaan lopen, zodat je weet dat het glad is. Ook gewoon hoop dat jullie daar heen. Daar is de ingang. Oh ja, we moeten daar over het hek. Oh, spannend. Oh, we gaan erin werken met de vogel. Oh, jongens, dit is denk ik niet zo'n slim idee. Er zitten allemaal honden hier. Nee, die moeten hier wachten juist. Er zitten allemaal vogels. Oh, die moeten hier wachten. Ik dacht, hier waakt een hond. Ja, maar je kan er toch onderdoor. Ja, ga jij er even onderdoor. Vrede, dit is echt iets voor jou. Ga jij er maar onderdoor. Ik denk ook wel dat je er onderdoor past. Als ik denk het niet. Ik denk het niet. Nou, jongens, het was een heel leuk idee, maar we gaan het niet doen. Jammer. We wilden naar de vogels kijken. Pissen met uitzicht. Goed dat, hè? Echte mannen die pissen met uitzicht. Het is alleen maar mooie plek zijn om te pissen, ja. Zo vind, want als je zo meteen blijft hangen... Dit is glad. Ja. Dit is een hele gooiheid. Auw, kut. Oh, flikker. Auw. We zijn binnen. Zeg je? We zijn binnen. Freek Vonk. We zijn binnen. Wat zeg je? We zijn allemaal vogels. Waar? Je hoort ze al. Ik vind het wel een beetje eng. Die zit hier een hele boze meneer, weet je dat? Echt? Dat als hij je ziet, dan ben je echt lul. Maar net gingen we ook stemmen horen. Wat? Hoor je stemmen? Ja, toch. Nou, wakka. This is very illegal.
zieke anticlimax. Ruben die belt nu net. Hier zit ook al een raampje er. Misschien kan je het filmen. Nee. Fuck die vogels. Oh. Anticlimax. Ruben die belt net en zegt, jongens, het eten is er. Dus we moeten eigenlijk gelijk weer terug. Bas, dit kan jij. Pak mee. Ga nou gewoon overheen. Oh, ik dacht, kijk. Oh. Kijk jouw broek ook. Hij is echt heel goed. Ja. Hoe kom ik hier overheen? Gewoon door, zoals ik het ook deed. Ja, nou, dat hangt ook niet heel soepel uit. Nee. Oh, ik heb ook mijn skischoenen. Ja, dit is niet heel handig, nee. Je Bas. Hoe zit het zo soepel? Want wij snowboardschoenen nee, hebben. Oh, hey? Ik ben wij hebben mooie snowboardschoenen, Fred. Ja, en ik heb kutschoenen. Ik heb Freek Vonk. Wat zeg je? Freek Vonk. Ja. Hier, in de bossen van Oostenrijk. Heb ik al. Allemaal vogels. Hele grote. Hele. Ai, god. Weg, ik wil weg. Ik wil een curryworst. Oh. Hele grote vogels. Met hele grote piemels. Waarom wordt het dan weer gelijk raar? Sorry. Nee, ik wil je niet meer spreken, Bas. Kom maar aan eten. Nou jongens, wat een avontuur. Kijk eens eventjes jongens, een lekkere curryworst. Niet weer met patat pakken. Nee, ook al. Pak je bij Bas? Ja, ik dacht, dan pak ik eentje bij Bas. Nee. Ga ik mee met currysaus. Wat is dit? Nou jongens, het is tijd om weer gek te doen. En een paar toeven afdalingen te doen. Een paar toeven afdalingen. Opeens komen de ouders boven in de lift. Ho, ho, ho! Heel veel stenen. Ja, ik zag het. Heel veel stenen zijn mijn pa. We staan hier nu bij de airbag en de jump. En we zijn overheen geweest. Allemaal leuk gedaan. Ruben heeft zijn nek gebroken, maar nu is het weer goed. Bas heeft ook zijn nek gebroken, maar nu is het weer goed. Alleen de camera stond niet aan. Echt zonde. Dus we gaan gewoon lekker nog een keer. We gaan nog een keer. Hup. Ging het? Ja, ik landde hem niet, maar ik land hem wel van weer. Jij wel? Ik land hem wel. Ja, maar zo heel raar in. Ja, ik deed helemaal niks. Huh? Ik deed helemaal niks. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon springen omdat ik dan jou kan filmen. Springen is ook perfect, man. En je moet maar durven, dat is een grote jump. Ja, ik weet het, maar ik ben gewoon bang dat als ik een backflip doe of zo, of iets anders dergelijks, dat ik gewoon echt mijn nek breek. Het is een airbag, hè? Ja, maar alsnog kan je hard vallen, vind ik. Nou jongens, we stoppen. Dat is leuk. En nu gaan we weer door. We gaan weer door. Nou mannen. Alles is voor Bassie. Alles voor Bassie. Zo, alles, wil je mij ook nog hebben hier? Met de rum erbij. Ja, wat neem jij nou? Dat nam je een ijskop ook. Wat is het? Chocolademelk met rum. Moet je maar proeven. Super lekker. Nou jongens, het is. Wij gaan hierna niet meer skiën hoor, dus wees maar niet bang. We moeten nog de afdaling doen om überhaupt ja. Het bord naar beneden. Ja, het is 9:30. Nee, we moeten nog één dalafdaling doen. Maar bijvoorbeeld, ik heb in de middag drink ik ook geen bier. Omdat ja, ik ben bang dan weet ik maak een fout of zo. Sterk? Is het sterk? Je moet wel roeren, maat. Oh, Jezus Christus. Hij heeft nu dat hele stukje rum in één keer. Ja, want jij gooit het precies in het hoekje waar ik hem in gooi. Het zit gewoon in de slagroom. Oh, ja. Oh. Nou, goed jongens. Lekker biertje, zonnetje, heerlijk. Hey, maar ik wil dus eigenlijk helemaal niet. Jullie hebben de tweede besteld en ik krijg opeens drie. Maar ik denk helemaal niet zeker. Ja, dat is waar. Maar deze op je neus. Dat is alleen met vlugel, toch? Ja, maar het past alles op je neus. Ik hou van iets. Bas heeft ook een hele grote neus. Hé, hey, jongens. Proost. Het smaakt. Het smaakt echt naar alcohol. Oh, mag ik er nog zes? Zo, nee. Nou. Dat is leuk. Wat een gezelligheid weer. Kijk, iedereen is weer bij elkaar. Het is zo'n fijne sfeer opeens. Ja? Kijk die schoenen van die man. Die, van die wandelski schoenen. Flaprol. Flaprol. Nee, dat is mijn jas niet. Jongens, hou het nou even gezellig. Ik zeg net dat we weer bij elkaar zijn. Het is kerst. Het is kerst. Hey, jij ook. Jongens, doe nou even rustig. Ik weet niet wat Frey aan het doen is. Iedereen gaat gewoon posten. Wat zal Frey doen?
Echt slecht gegooid. Echt. Hey, net zoals het filmpje dat jij glas water in je bas heen gooit. Ik was gewoon even bezig. Steven met mij bezig. Allebei vrijgezel, hè? Yes. Hey, jong. Spuurt hij nou bier op bier over? Wat een man, Kees, hè? Ja, heel goed. Als ik later niks ga bereiken, weet je wat ik dan word? Porno. Pornoacteur. Ja. Sfeertje. Je kan er wel veel meer verdienen. Gast, ik verdien dat. Zeker de gay porn, Bas. Daarom. Ja, echt iemand die ook... Gaan we even naar boven. Komen dan. Hier, Joost bij Joost Adrian is er bij mij. Oh, lekker ja, slapen, lekker in de sauna, in lekker rustig. Moet je dus weer, raar doen, hè? Nee, maar wij gaan toch vanavond lekker naar de... Ik ben al een beetje anders gaan. Oh, we gaan vanavond inderdaad weer naar de George en weer naar de Patsy. Proost. We zijn weer terug in de depot. Wat moet je nou? Hier is mijn kleine droogshampoo. Nee, dat zit in dat andere vak. Nee, andere vak. Nou, Bas, even normaal. Bas, doe even normaal. Min 5! Elke keer als ik hier in het skidepot ben, dan is mijn lens beslagen. Waarschijnlijk omdat ik van kou naar warmte ga. Maar, wij gaan eventjes een biertje drinken in de Batsy. En dat is een appelski bar. Ik wil even weggaan. Dus, let's go! Hey! Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben momenteel aan het editen, maar ik heb niet afgesloten, want het was super gezellig. En we waren laat thuis en ik ben het helemaal vergeten. Dus pardon, excuses. Maar, vond je dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie morgen bij een nieuwe video. Doei!